Hallo iedereen, sorry als het licht heel veel aan deze kant is en niet veel aan de andere kant. Blame de zon. Maar ik ga toch filmen. Ik voor jullie vandaag een collective beauty haul of een collective beauty shoplog. Dit bevat producten van MAC, van Ethos, die uit Ethos komen, een Nederlandse soort kruidvat. En van de Body Shop. Ik zal deze site hieronder zetten. Eerst en vooral MAC. Waarom heb ik van MAC besteld? Omdat Ariana Grande met Viva Glam is uitgekomen. En dus deze noemt Viva Glam Ariana Grande. En ik ga deze zo laten zien aan jullie. En dan kocht ik ook nog, om geen ring te moeten betalen, de Viva Glam in Viva Glam 1, wat een rode matte kleur is. Dit is een donkere berry purple matte kleur. Ik vind ook altijd dat ik een soort van reden heb om mijn geld uit te geven als Viva Glam is, omdat dit allemaal naar het goede doel gaat. En dan heb ik zoiets van, ach ja, mijn geld gaat naar het goede doel. Maakt niet uit, ik koop er nog wel een. De Viva Glam verpakking. En dit is de kleur. Hopelijk kunnen jullie hem zien. Ik heb hem nog nooit gebruikt, dus ik ga hem voor de eerste keer swatchen voor jullie. Ja, het is echt zo'n diep paarsige kleur. Wel mooi, er zit echt nog een berry in. Of een donker rood zit er echt wel in dat paars vermengd. Oh, een zeer mooie kleur. Yay! Dit is de kleur. Het is een mooi donker, niet echt donker, maar toch een iets meer aan de donkere kant rood. Ook nog nooit gebruikt. En dit is de swatch. Ook weer een zeer mooie kleur. En ik heb er zeker geen spijt van dat ik mijn geld heb uitgegeven aan het goede doel. Met deze lipstick. Laten we dan overgaan naar hetgeen dat ik in de Ethos kocht. Eerst en vooral dit Revolution. Makeup Revolution London Flawless Ultra Eyeshadows. 32 Ultra Professional Eyeshadow Palette. Dit is in de roze golden kleur. Je hebt ook nog een gouden kleur. Dit zijn de kleurtjes die hierin zitten. Ik zal hem ook ineens even openen voor jullie. Ik heb hem zelf nog niet open gedaan. Dit is voor ons allemaal het eerste moment. Komt dus in de gewone Revolution dozen. Zie hoe mooi. Het is echt wel een mooi palet. Hopelijk komen alle kleuren super mooi af. En hier zitten ook alle namen bij. Ik zal even kleuren swatchen. Welke? Deze paarse hier. Die komt echt wel mooi af. Deze gouden bronzen. Oh, ze komen echt mooi af. Och, en zelfs die donkere komt mooi. Oeh, ik ben echt benieuwd nu. Dan kocht ik er ook nog deze Lee Stafford. Treatment for hair that never grows past a certain length. Ik weet niet waarom, maar ik heb er al zoveel goeds van gehoord door Engelse bloggers. Omdat deze natuurlijk eigenlijk uit de UK komt. Deze is best wel prijzig, ik denk over de 10 euro. Maar ik denk dat deze werkt, is het zeker waard. Want ik kan mijn haar laten groeien, nog altijd. En ik heb wel haar dat heel goed groeit en heel snel groeit. Dus, dus ik hoop dat het voor mij ook gewoon werkt en nog sneller doet groeien. Dus en het is ook een haarmasker, dus zeer gezond voor de haartjes. 1 euro. Dit zijn goud bronzige bolletjes voor als nageldecoratie te doen. Dan kocht ik voor mijn Sensationeel de Gel Polish Removal Wraps. En ook de tool, maar die is al ergens in mijn andere boxen verdwenen. Dan gaan we over naar wat ik in het kruidvat kocht. Essence Winter Wonderful Blush. Je kocht in de kleur 01 Winter Kissed Cheeks. Dan gaan we deze ook swatchen. Een mooie kleur hoor. Het is een zeer mooi, heel licht roze kleur. Ja, vind ik wel super leuk. Dan het volgende is de Baby Lips Winter Delight in de kleur Hot, in de Hot Cacao. Ik weet niet wat ik hierbij moet voorstellen, maar het zit naar cacao, smaak, truit, whatever. I'm loving it. En ik vind Baby Lips ook echt een super goede balsem. Ik vind ook de kleur super mooi. Het zijn echt zo mijn kleuren. Van dat paars met baby roze. Oké, het volgende is van Body Shop. Dit is een online shop. Ik had gratis verzending. En ik heb voor de eerste keer, dat ik al heel lang wou, maar ik heb voor de eerste keer gekocht, de Matte LA Girl Matte Liquid Lipsticks. Ik heb voor de kleur Secret gekozen. Ik ga deze ook swatchen voor jullie. Dit is de kleur Secret. Dan heb ik ook nog de kleur Fleur gekocht. Oh, die moet ik nog losmaken. Dus dan hiernaast heb je de kleur Fleur. En dan heb ik ook nog de kleur Dreamy, wat zijn een van de populairste kleuren. Dit is een heel klein beetje donkerder als Fleur, maar ook een beetje roziger. Dus deze kleuren kocht ik van deze Matte LA Girl
Finish Pigment Gloss. Nog voor 2 Studio Shine Waterproof Lip Lusters van LA Splashy. En deze zijn limited editions blijkbaar. Ik heb de kleur Guadalupe of zoiets gekocht. Deze is deze kleur. Zijn deze niet super mooi? Ah, deze heb ik nu ook op mijn lippen. Ik zal hem ook even swatchen, toch? Bij de kleur zien. Guadalupe of zoiets. Ja, waarschijnlijk mijn favoriete kleur, maar wel heel speciaal, is deze. Het is van dezelfde collectie. In de kleur Katrina. Deze ziet er zo uit. Het is een bruinige kleur. Bruin paars, maar als je hem zo in de zon kan reflecteren, kun je natuurlijk het gaan kunnen zien. Geeft deze zo een groen-blauwige glitterachtig iets. Het zijn een beetje duochrome lipstains. Dit was het voor mijn collective make-up beauty shoplog. Ik hoop dat jullie deze leuk vonden. In ieder geval is, geef het een duim omhoog. Vergeet ook vooral niet te abonneren op mijn kanaal als je het nog niet gedaan hebt hier beneden. En dan zie ik jullie bij mijn volgende video. Daag!